Zweedschout. Mooi berkenbarst. Kunnen we vanmiddag een mooi containertje van maken. We hebben zin om een vuurtje te gaan maken. En daarvoor hebben we net een paar boodschappen gedaan in het bos. Namelijk? Hele dunne takjes van dennenbomen om het mee aan te maken. Iets dikkere takjes die in de bomen hangen en heel erg droog zijn door de wind. En dan om het aan de praat te krijgen, nog iets dikkere takjes, ligt allemaal keurig gesorteerd. Klaar voor gebruik. Tijdens het kano hebben we berkenschors verzameld. Want dat is de beste manier om een vuurtje aan te krijgen. En omdat we toch een beetje woudlopers zijn, gebruiken we geen lucifers, maar een firestarter. Goed, om een berkenschors te laten branden is het handig om hele kleine krulletjes te schrapen. Dat kost even tijd. En daarna zou het met één vonk in de fik moeten kunnen. Nou, netjes een vuur opbouwen, dat is iets voor boekjes. Gewoon in de goede volgorde de boel erop gooien, dat werkt het beste. Goed, zoiets dus. Volgende keer meenemen. Rondje van de zaak.
2. Ja. Het was maar 850 meter. Omhoog. Volgens de minkukels van weeronline.nl is dit windkracht 3. Maar ik heb meer de indruk dat het windkracht 7 is op het ogenblik. Het weer is heel erg omgeslagen. Het begon vanochtend zo mooi met zonnig weer en mist op het water. En inmiddels zitten we hier in een soort van gierende storm. En op een heel smal eilandje. Ergens in het meer Glafsfjord. En we hopen maar dat alles goed komt. Dat zal ongetwijfeld. Maar we hadden ons er wat anders van voorgesteld.